wat vooraf ging in de blauwe bank. Ik zeg dat je van me af moet blijven. Zorg er niet op. Ik weet nog steeds niet wanneer je met rust moet laten. Vond je het lekker? Ik vond het heerlijk, Monique. Maar je hebt me nog steeds niet verteld hoe het nou precies zit. Je bent altijd mijn vraag aan het ontwijken. Dat doe je op een hele charmante manier. Maar... Welke vraag bedoel je precies? Nou, je zou me vertellen hoe het nou precies zit. Ik kom er niet echt onderuit, hè? Nee. Oké. In de tijd dat ik mijn zoon kreeg en zo, dan was ik eigenlijk best gelukkig met mijn ex. Alleen, daar kwam wel verandering in toen hij zijn baan kwijtraakte. Vertel verder. Nou ja, hij vertikte het gewoon om ander werk te zoeken. Hij vond het wel lekker makkelijk met zijn luie reet op de bank te blijven liggen en ik me maar 5 slagen rond te werken om alles te financieren. Maar ja, op een gegeven moment moest hij wel natuurlijk. Mag jij raden voor welke baan die werd aangenomen? Ik heb geen idee. Vrachtwagenchauffeur. Die sukkel. Ik begrijp nog steeds niet dat ik dat heb geaccepteerd toen dat tijd. Maar je bent wel verder gegaan met de men. Je dochter, Nienke? Nou, dat lag wel even anders, hoor. Vertel me verder. Ik ben heel geïnteresseerd. Zo'n beetje in diezelfde tijd leerde ik een collega beter kennen, John. Ja, en die luisterde wel naar me en die had begrip voor mijn situatie. En ja, dat werd een relatie, maandenlang. Maar ja, toen bleek ik opeens zwanger te zijn. En mijn ex maar denkend nog dat dat van hem was, weet je. Maar ja, toen John daarachter kwam, toen is hij vertrokken naar het buitenland. En mijn man is bij me weggegaan en heeft mijn zoon meegenomen. Dat is heel vervelend voor je. Nee joh, ben je gek. Ik heb het hartstikke gezellig met mijn dochter Nienke, hoor. Maar genoeg voor mij. Vertel jij nou eens, al die reizen van je, waar ben je allemaal geweest? Ik heb ongelooflijke mooie tochten gemaakt. En de beste ervaring was Canada en Marokko. En daar ben ik op een gegeven moment. Met name in Canada heb ik een tocht gemaakt. Zo bijzonder in mijn eentje. Hij wordt geweigerd. Geweigerd? Hoe kan dat nou? Misschien een foutje van het apparaat?